voor de jurk van de Frozen prinses Elsa heb ik al kleuren klei uitgezocht. Een lichtblauw, een nog een lichtere blauw en natuurlijk wit om de sneeuw- en ijskleuren na te bootsen. En we gebruiken uit de Cinderella Spin & Style set verschillende gereedschappen. Bijvoorbeeld deze spuit, een mes en natuurlijk deze roller. Als eerste beginnen we met deze blauwe klei. Die maken we plat. En dan rollen we die met de roller. En dan snijden we die bij. En dan doen we dit aan bij prinses Elsa. Zo, de onderrok is al klaar. En dan pakken we de witte klei. Deze maken we ook weer plat. En dan snijden we weer de hoekjes eraf. En dan doen we dat weer om. En dan kunnen we natuurlijk nog versieringen aanbrengen. Bijvoorbeeld een ring of bloemen of sterren, wat je maar wil. Je kunt gewoon je fantasie zijn werk laten doen. En dan pakken we nu nog dit lichte blauw. En die stoppen we hier in deze spuit. En dan kunnen er natuurlijk nog
enkele versieringen op. Bijvoorbeeld een strikje. Of bloemen. En dan zou ik zeggen, de jurk van prinses Elsa is klaar. Uit de Disney-film Frozen. Je kunt natuurlijk alle Barbie-poppen gebruiken die je in huis hebt om een jurk ervoor te maken. Dat kan heel makkelijk, dus uit klei. En dat kun je wel laten zien. Als je de video leuk vond, doe dan maar een duimpje omhoog of abonneer je op mijn kanaal. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Tot dan!